De Irenehal van de Utrechtse jaarbeurs heeft een week lang grote kijkdichtheid gekend tijdens Creatief 78. Een beurs voor creatieve handvaardigheden, zoals de ondertitel luidde. De pottenbakster heeft nu de beschikking over een elektromotor voor het aandrijven van het draaiplateau. Het wordt ook zondagschilder steeds gemakkelijker gemaakt via voorgedrukte patronen en kleuren die met cijfers zijn aangegeven. Uitermate geschikt voor kleurenblinden, maar dan wel op een beurs A-creatief. Op het gebied van vrije tijdsbesteding gaf de beursbezoekers nog veel meer mogelijkheden te zien. Zo kan men tegenwoordig émailleer-effecten verkrijgen met behulp van een kunststof waaraan kleurpigmenten worden toegevoegd. Het is mogelijk om verschillende kleuren over elkaar heen op het voorwerp aan te brengen en daarin allerlei figuren te trekken. Met dit nieuwe product kan men ook naar eigen ontwerp bijvoorbeeld een sieraad of kunstvoorwerp maken dat veel gelijkenis vertoont met emaille. Maar voor het echte emailleren komt veel meer kijken. Men kan het onder andere leren op de Academie voor Beeldende Kunsten Artibus in Utrecht, op een onderafdeling van de sectie Monumentale Vormgeving. Op basis van een voorontwerp worden stukjes metaal, in dit geval koper, uitgezaagd. Zij zullen als ondergrond dienen voor het emaille, dat gekleurd glas als basis heeft en dat soms nog in een vijzel wordt fijngestampt, maar dat ook als poeder verkrijgbaar is. Bij het emailleren volgens de droge methode wordt het fijne glaspoeder over het koperplaatje uitgestrooid, waarna dit in een oven wordt verhit tot een temperatuur waarbij het metaal zelf niet smelt, maar het poeder wel. Het gesmolten glas hecht zich dan aan het metaaloppervlak. Het plaatje dat na afkoeling het gewenste geel emaille toont, wordt nu in het werkstuk geplaatst. Naast het droge emailleren is er ook een natte methode, waarbij met water aangemaakt glaspoeder op het metaal wordt gebracht. Tijdens het smeltproces in de oven ontstaan soms grillige vormen en kleuren. Soortgelijke effecten ontstaan ook door verschillend gekleurde poeders over elkaar heen te strijken en dan te smelten. Steeds vaker worden kunstenaars aangetrokken door de kunst van het emailleren, die voorheen voor een belangrijk deel beperkt bleef tot het terrein van de edelsmeden. Op tal van plaatsen kan men tegenwoordig de resultaten van de groeiende belangstelling voor deze kunstvorm waarnemen. En hier en daar kan de aandachtige kijker een boeiende synthese aantreffen van gekleurd glas en het uit hetzelfde materiaal geboren emaille.